Zoals we in de vorige interviews hebben gehoord, is gezondheid heel belangrijk. Vandaar dat we het nu gaan hebben over VIE. Leven in beweging met Aggie Knauf. Dag Aggie. Dag Lex. Aggie, beweeg ze veel? Ik beweeg jans veel, Lex. Vind je dat fijn om een beweging te zijn? Vind ik heerlijk. Wanneer ik niet kan bewegen, dan ben ik krank. Echt waar? En wanneer ik daar krank heen zit, dan denk ik, oh, ik moet die boedoes. Ik moet lopen, ik moet fietsen, ik moet naar het sportcentrum. En je moet vrijwilliger zijn. Ja, ben ik al. Wees ook, hè? Ben ik ook. Ik ben nog een vrijwilliger bij Toen Hermanshoes. Ja, dat wou ik zeggen. Daar broezen we nog hen. Ja. En ja, ik moet je wun, iedere dag je te doen gaan. En het liefste, je hebt van wandelen of fietsen of sporten. Allemaal? Heerlijk, heerlijk. Wandelen, fietsen. Ja. Dat is ook nog een sportschool. Ja, dan zeker. Driemaal. Ik ben vanmorgen opgeweer. Driemaal de weg. Vanmorgen, ja, niet body balance. Body balance? Zeker. In balans blijven. Juist, juist. Gezonde geest, gezond lichaam. Wanneer ze dat weet, zeker weten. Wanneer ik wandelen jen, wa? En ik kom in het stuk bus, dan, ja, dat je mens, je hebt al die negatieve dingen die overal in die korpel zitten en die in die kop spoken, dat je mens voedt. Dus toen raak je in de natuur gans veel emoties kwijt. Ja, ja. Alles wat ik kwijt zit, dat levert zich dat bewegen allemaal op. Dat levert het zich allemaal op. En wanneer ze boezen is, dan krijg je ook nog eens frisse zuurstof in de longen, in die bloed. En dat bloed je terug die kuipje, terug de hersens. Dat hangt allemaal in je en dat kunt je alleen maar ten goede. Wie kreeg ze dat allemaal voor elkaar? 24 stonden is maar dat moet slapen. Nee, ik slaap ook, en ik eet ook, en ik kook, en ik maak me gezonde maaltijden. Ik doe alles wat je is voor mij. Om gezond oud te worden. Om gezond oud te worden, want ze dat maar weet. En dat in de natuur. Met andere liefst in de natuur, ja. Ja, dat vindt ze toch wel gekracht, denk ik ook. Ja, dat vindt ze heel veel energie. Ik ga nog regelmatig dat ik het oefeningen die voor op het sporten leren. Ja. En ademhalingsoefeningen en je yoga-oefeningen. Ja, hoor. Dat is niet gewoon in de beurs. Ja, kijk ik wel eerst of mij jennen ziet. Dus tegen ze ook. Die oude, die had ze niet meer alle. Nee. Maar dat vind ik heerlijk. Dit is een onderdeel van het programma VIE, Leven in Beweging. Wat vindt ze dan nu zo wat in Kerkrode-Parkstraat gebeurt met dit soort dingen? Ja, het werd, of het woord ziet. Ja. Want er werd wel heel veel aandacht aan jeugd, gelukkig, besteed. Schoolkinder, jodzendank dat die warm in beweging komen met al hun gefriemel op die apparaten. Maar de ouderen, die zitten ook veel binnen. Hoor. Ja. En dat vind ik dat door je het vuur moet gebeuren. Vooral om naar boezen te gaan naar de natuur. Hè. En ik geloof hier alleen. Ik geloof er veel alleen. Maar ik vind het ook schön, wanneer je met me gaat, dan kent ze een gesprekje bij je, dan kent ze het lachen, dan kent ze schubbelen. Ik ben ook bewoner van Kerkrode en ik moet zeggen, dat zijn die fantastische wandelgebieden. Och, langs die Anstelbeek, bij Erestein, in het Hambos. Ja, dat is toch het einde? Ja. En je is er nooit naar Rolduc? Rolduc? Oh ja, ja. Maar en dan achterdoor Rolduc, het Wormdaal. Ja. En dan Pis Rimburg. Dat is het einde. Ja, ze hoeven geen net wietsen, ja. Dan hoeven ze maar in de auto te pakken. Je kent van die hoezoes, kent ze te vos, ja, en vooral heen. Nee, nu moeten we kijken dat voor tussen de 60 en de 100, dat die van die bank afkomen, hingen er televisiehoes. Ja, dat is wel belangrijk voor een gemeente als Kerkrode ook. Ja, vind ik wel. En het zou mogelijk zijn, want voor een stukje begeleiding door ik kreugen, dat er geen georganiseerd ja, want binnenkort kunt VIE. Ja. Wat zie je er van terug in de stad? Niet veel. Nog niet, hè? Nee, nee. Achter het raadhuis gaat dat gebeuren. Ja, hingen ja. Het raadhuis. Dat ziet ze dan natuurlijk wel. En wint en je hebt van VIE wees. Dan gaan ze het over, oh ja, die sporthal en het zwembad. Ja. Maar dat die andere aspecten ook nog allemaal benaderd werden van gezonde voeding. Ja, dan kunnen we een kenniscentrum. Dan kunnen we een adviescentrum. Ja, ja.
dat ook artsen met je werken om lu te behoeden voor hart- en vaatziekten en weet ik wat al en om in beweging te komen. Kan ze wel met lu over? Ja. Spreken die dan ook al over de lu? Nee, dat ze niet wisten wat het is. Ja. Ze... Wat zou je dan aan voorstellen? Ik bedoel, je steeds midden in het leven. Je hebt vriendinnen. Ja, ik vertel het wel ook, want er zijn nog jongens. Lees de Zeitung. Ja. Lees op internet. Tik dich dat in en jank lezen en kijk wat voor mogelijkheden dat er allemaal zijn. Terwijl het eigenlijk heel gemakkelijk is. Hè? Ja. De deze morgens gaat schoon aan en de geest naar boete. En de geest. En een jouwe schonk. En wenn de trend had ze ook regenkleding vuur kunnen ze heen, kunnen ze dicht aftreugen en je drinks aan doen. Het is heel eenvoudig. En het voelt zo lekker. Hè? Ik vind het heerlijk. Ja, ik ben hier eigenlijk ook een beetje kalf van eigen parochie, want het voelt gewoon lekker. Ja, maar het is ook lekker. Als ik eens wandelen. En dan het begint al met wandelen. Ja. En dan moet ze een stel blijven staan in zo'n bus en deze bijvoorbeeld in zijn oren zou en dan loestert ze. Ja. En een rendruppel op bladje, het tikken van de ren in de boom, de wink in de boom, een vuurgeltje. Ja, dat is therapie. Als ze zo nog woontje? Nee, je bent Jans vrije. Ja? Ga Jans weinig wensen. Maar ik zou het wel schön vinden, wanneer er dus het georganiseerd werd van ons wie, dat lu de kans krijgt om samen te gaan wandelen. Dat, er zijn genoeg dames, ik spreek dan over dames, wat, van mijn leeftijd, die dat niet durven. Die hunt niet alleen naar ihre stink. En, oh nee, luist u alleen door de bus? Nee, dat durf ik niet. En dan zei ik mijn lief jongen, kom, loof, dus beweeg. Ja, maar stelt ze ook eigenlijk niet een beetje voor dat vanuit de gemeente nu regelmatiger georganiseerd zou moeten worden? Ja, dat er een contactpersoon is. Hij zei van, jekere dienstig, jekere gozig. Om 2 uur, 3 uur, 4 uur. Ja, door zijn startpunt. Om die lu over de streep te trekken die dat hebben. Die vriendinnen die zeggen, oh, ik doe dat niet. Ja, ja. En er zijn er ook veel vriendinnen die kijken de oezel naar 100 meter naar de eerste tas kaffen. Maar dan moeten ze zich maar op instellen dat ze nu je wenens moeten lopen. Wat? Dat is ook fijn. vind ik fijn om te eindigen. Ja. Vind ik heel fijn. Gewoon zelf uitkijken. Ja. En anders noemen ze zich maar damesfles met. En anders heet de dameskan met. Allee, fijn dat ze hierover hups willen kallen. Ja, heel je dan. Blijven in beweging. Binnenkort achter hinger het Rathaus. Ja. Gans groot, imposant gebouw. Ja. Met advies- en kenniscentrum voor alle lui die het meer willen doen aan hun gezondheid. Ja. Doet met. Ja. En dan is het dadelijk tijd voor de heren van dit prachtige museum om hier aan tafel te komen. Jo Weerts, de voorzitter en de vicevoorzitter Mark Meijer.